Ze zei, want u bent toch Joep? Ik zei, ja, ik ben Joep. Ze zei, maar dan bent u ook de cabaretier. Ik zei, ja, ik ben de cabaretier. Ze zei, maar dan bent u ook de man van de Spaanse peper. Ik zeg, maar jij gaat mij niet vertellen dat je dat verhaal kent. Ze zei, ja, dat ken ik heel goed. Dat heeft u wel 5, 6 keer verteld. Ik zeg, maar dat is een van de gênantste verhalen uit mijn leven. Ze zei, ja, dat vind ik ook, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik zal het heel snel vertellen. Het is een verschrikkelijk verhaal. Ik heb u verteld, nog heel snel, dat ik woonde op een kleine kamertje. En daar was ik echt volkomen aan het mislukken. Maar ik had wel een gelukje in die tijd, ik werd verliefd. Ik werd verliefd op een meisje en dat meisje werd verliefd op mij. En dan kan u zeggen, dat scheelt de helft, echt waar, echt waar. En dat meisje, dat is nu mijn vrouw. En toen mijn vrouw en ik elkaar een maand of 6, 7 kenden, toen besloot mijn vrouw om bij mij te komen wonen in dat kleine kamertje. En dat was eigenlijk gelul, want dat kleine kamertje was veel te klein voor 2 personen. Het enige wat je er kon was neuken, meer niet. Wij kwamen vaak binnen, keek, nou ja, laat maar weer neuken dan, weet je wel. Ja, bodem nu hartstikke groot, het komt er niet, dat gaat je ook niet aan, maar goed. Nou goed, wij woonden in een kleine kamertje. Maar als je met z'n tweeën in een klein kamertje woont, dan sluipen er automatisch ook een beetje burgerlijke dingen in zo'n relatie. En een van de burgerlijke dingen die er bij ons insloop, dat op een gegeven moment kwam er een ander stel eten. En als je mij ergens jeuk mee kan bezorgen, is het eten met een ander stel. Godverdegloeiende, wie heeft ooit uitgevonden dat dat gezellig is? Dat je 2 aan 2 aan een tafel gaat zitten knagen. Jezus Christus, man. En dat je op een gegeven moment op elkaars telefoon plaatjes gaat zitten kijken. Waar is dat? Oh, Schotland. Oh, heerlijk. Kan je er ook een beetje fietsen of is het de heuvel achter? Oh, elektrisch. Nou, dat soort gesprekken. Nou, daar heb ik nu geen zin in, maar daar had ik toen ook geen zin in. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik heb er geen zin in. En toen zei mijn vrouw, dan maak je maar zin. Nou, en wie kwam er eten? De beste vriendin van mijn vrouw. En wie nam ze mee? Haar nieuwe vriend. En daar wist ik helemaal niks van. Die vriendin kende ik goed. Die vriend, het enige wat ik over die lul gehoord had, was dat hij, met hem ging alles heel goed. Bij hem lukte alles. Dus ik was totaal had mislukken. En ik mocht 3 uur aan tafel zitten met een lul met wie alles heel goed ging. Godverdomme. Gloeiende. Weet je wel, had een studie gedaan. Tijdens die studie had hij nog een tweede studie er even bij gedaan. Uitslover. Hij had ergens stage gelopen en was binnen 3 weken in het management gevraagd. Weet je wel, 24 en al helemaal kant en klaar voor de maatschappij. God, wat was ik blij toen ik hem vorig jaar bij Air France in zijn blote bast over een hek zag glimmen. Zeg. Die mensen kwamen eten. En ik zei tegen mijn vrouw, laat mij dan koken. Dan kan ik een beetje scharrelen rond het fornuis. Dan doe ik niet te veel met die mensen te ouwen. Dat vond mijn vrouw goed. Toen heb ik iets gemaakt met Spaanse peper. Dat ging ook allemaal goed. Op een gegeven moment ging de bel. Die mensen kwamen. Mijn vrouw zei, nou, het waren haar vrienden. Ik doe wel even open. Mijn vrouw gaat 3 trappen af. Ik sta nog even als een oude tut in dat kamertje. Hebben we alles? Liggen de servetjes? Branden de kaarsen? Zit er zout in het vaatje? Nou, dat getut. En ik moest er even plassen. En ik ben een heel gewoon opgevoed jongetje. Als ik geplast heb, dan was ik mijn handje. Dat moet je ook doen, behalve als je met Spaanse peper hebt gewerkt. Dan moet je eerst je handjes wassen. Dus wat gebeurt? Ik ga naar de wc. Ik ga naar de wc, ik doe mijn gulp open. Daarna is het altijd even zoeken bij mij. Ik heb hem niet zo gauw, het dingetje voor niks. Ik moet vaak roeptoeteren, ben je er eigenlijk wel? En dan kan jij gaan zitten lachen, vriend, maar ik geef het tenminste gewoon toe, ja? Het is de eerste keer dat zijn vrouw lacht trouwens. Ik hou dat kleine dingetje goed vast, want hij is zo weg. Ik hou hem goed vast, dat is later ook het probleem geworden. En ik hoor die mensen binnenkomen, even afschudden, hupsakee, handjes wassen, ik ga zitten. En die gozer begint te ouwehoeren, maar na 3 minuten, man, ik denk, oh, belendende percelen nat houden. Ik zeg, praat rustig door, ik luister toch niet. En ik ga even terug naar de wc en ik hang hem even lekker onder het koude fonteintje. Ik zeg, oh, kom maar, jongen, papa is erbij, kom maar, jongen, oh. Wij gaan samen nog zoveel avonturen beleven. Oh, kom maar, jongen. Papa laat jou niet in de steek, hoor. Oh. Als jij papa later ook maar nooit in de steek laat. Oh, kom maar, jongen. Nivea, Zwitserland. Oh. Nou, ik denk, dat is opgelost. Nou, hupsakee. Maar dat is helemaal niet opgelost. Wim zei later, je had er suiker op moeten strooien. Maar weer een ander verhaal. Nou goed, ik heb er nog weer. Ik zat 2 minuten te praten. Ja, hoor, de sirene zo loeide in mijn reet, man. De vlammen sloeg uit mijn gulp. Ik ben weer terug aan die wc. Ik ben er eigenlijk 12 keer naar die wc gegaan. Toen dacht ik, ik moet een beetje straffere maatregelen nemen. En toen ben ik naar de douche gelopen. En ik sta er in de douche met mijn broek op mijn enkels. Ik sta me een beetje koud te houden. Wordt er op de deur geklopt. Mijn vrouw, wat doe je? Ik zeg, tanden poetsen. Ja, weet ik wel waar. Ja, weet je, die mensen konden alles horen en ik kende die gozer helemaal niet. Als het mijn broer was geweest, had ik gewoon gezegd, Spaanse peper aan mijn lul. Weet je, niks aan. En dan had mijn broer gezegd, kijken, en had ik hem even laten zien. Ja, daar ben je broers voor, maar ik kende deze gozer niet.
Dus mijn vrouw zei, wat doe je? Ik zei, tandenpoetsen. Mijn vrouw zei, Joep, doe normaal, wat doe je? Ik zei, maar lult dat in de fik. Maar ik kon niet te hard praten. En mijn vrouw zei, ik versta je niet. Ik zei, maar lult dat in de fik. Ze zei, Joep, je moet beter articuleren. Om een lang verhaal kort te maken. Ik ben 66 keer in die pleeg geweest, 58 keer in de douche. Het was gewoon één grote kutavond, man. En het gesprek met die mensen liep niet. Ik weet nog, we eindigden met een hele koude bavarwa. Het enige wat ik me droomde was dat ik hem even lekker in die bavarwa. Godverdomme. Nou ja, goed, op een gegeven moment zijn die mensen weggegaan. En toen hadden mijn vrouw en ik onze eerste echtelijke ruzie. Want toen zei ze, nou, dat jij geen zin hebt in dit soort avondjes, dat jij dat burgerlijk vindt, Joep, van dat vind ik allemaal best. Maar je kan je natuurlijk wel gewoon gedragen. Ik zei, dat heb ik toch gedaan, ze zei, ja, in de play en in de douche. Je hebt geen seconde aan tafel gezeten, man. Wat is er met je? Ik zei, maar los in de fik. Ze zei, oh, ik verstond tandenpoetsen. Ik zei, zit er niet aan. Ze zei, ja, maar lust dat in de fik. Ze zei, moet je hem zien? Ze zei, ja, laat maar kijken. Ik deed mijn gulp open. Ik haalde dat gloeiende pikje tevoorschijn. Mijn vrouw keek. Mijn vrouw keek nog eens. Mijn vrouw keek nog eens. En zei toen... En je was er alleen maar Sinterklaas geweest. En dit verhaal had ik zo graag voor mezelf willen houden. Maar dat had Peter dus wel 10 keer aan Laura verteld. Maar op de een of andere manier was ik ook wel weer even heel gelukkig. Want door dit verhaal was ik weer even terug... In het kamertje. Het kamertje waar ik eigenlijk altijd heel erg ongelukkig was. Maar waar ik nu zo vaak heimwee naar heb. Omdat het kamertje... Ja, daar wist ik het allemaal nog niet zo goed. En daar kan ik zo naar terug verlangen. Naar die tijd. Dat ik het er allemaal nog uit moest vlooien en klooien. Dat kamertje. Dat kleine kamertje. Dat kamertje van toen.